dit beeldje heeft de oorlogsverwoesting van het huis van mijn opa en oma aan de Van Schaik betonsingel overleefd. Op kerstochtend, na de herdertjesmis, legde mijn jongste zusje dit beeldje in de stal bij ons thuis. En ik wil u dan ook meenemen vanaf die traditionele kerststal. Naar welke oude emoties en welke nieuwe emoties spelen nog een rol in onze tijd. Wellicht mag je het zo zeggen, de emotie van de kerststal gaat vanuit het oorspronkelijke kerstverhaal via de emotie over mensen die iets tekortkomen naar de emotie van het familiaire genieten en het afkopen van begeerte. Ik had graag live de vraag gesteld, wie had vroeger een kerststal in huis en wie nu nog? Eigenlijk wilde ik dan weten, waarom zet je die kerststal en wat voel je daarbij? Een leuk gesprek. Wat is dat eigenlijk, die kerststal? De menselijke creativiteit gaat al vroeg met de geboorte van Jezus aan de haal. Er bestaan hele oude en best wel simpele afbeeldingen met een os en een ezel en soms wat beelden erbij. Maar bij Sint Franciscus culmineert dat gevoel in een opstelling van figuren waarbij de emotie over de erbarmelijke omstandigheden van het kindje Jezus centraal staat. En ik denk dan ook dat de aankleding van de kerststal als een uitlaatklep is gaan functioneren. Je toont het gevoelde onrecht over die schamele geboorte van een godenzoon in een esthetisch aangeklede context. En zo kun je die schamele geboorte verwerken. En daarmee staat de kerststal met stip in het lijstje van mooi geëtaleerde, gemartelde, heilige en martelaressen. Maar dus ook in die hedendaagse, afschuwwekkende geweldfilms met populaire, knappe filmhelden. Nietzsche noemt dat de onontkoombare schoonheid des bösen. Waarom kijken mensen zo graag naar mooi kwaad? Of het nu beelden of films zijn. Het gaat om het sublieme als het artistiek temmen van het verschrikkelijke. Dat klinkt wat moeilijk, in het Duits wordt het bijna begrijpelijk. Das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen. Het artistieke temt als het ware wat in wezen onverteerbaar is. Afbeeldingen van Sint Sebastiaan, maar ook vaak van Jezus aan het kruis, zijn daar sprekende voorbeelden van. Het zijn bijna altijd mooie lichamen. Ook martelaressen worden inclusief wreedheid fraai afgebeeld. Maar Maria overklast al die beeldenissen makkelijk tot aan het Stabat Mater en de Pieta toe. En zo zegt Nietzsche dat alleen de kunst in staat is het verschrikkelijke of het absurde van het bestaan om te buigen tot een voorstelling waarmee te leven valt. De oorspronkelijke voorstellingen over hoe Jezus ter wereld zou zijn gekomen maakten de gelovigen ongerust. Zo'n geweldige door hen als goddelijke persoon gezien en dan zo erbarmelijk geboren worden? Dat moet wel met menselijke creativiteit om het goddelijke uit te beelden ingevuld worden. Een creatieve uitweg zoekend, culminerend in een grote rijk
uitgedoste kerststal. Ik denk dan ook dat je de kerststal mag beschouwen als verwerkingsproces van de zo schamele geboorte van een godenzoon. Maar geldt dat beeld voor ons nog? Ik denk dat dat beeld in onze tijd en cultuur behoorlijk heeft ingeboet. De kerststal is wellicht niet meer als een iets wat sentimentele emotie. Het hagelt en sneeuwde en het wier er zo koud. Hoe leidt dit kindeke hier in de kou? Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Oorspronkelijke schaamte of teleurstelling over de armzalige geboorte hebben we er intussen veelal uitgewerkt. We staan met uitgebluste, lege emoties bij een versleten kerststalletje of we hebben het al meegegeven aan de rommelmarkt. Maar we bedachten creatief iets nieuws. We wisten nog van die oude heidense gebruiken en we zijn overgestapt naar een nieuwe, wat ik zeg, absurditeit. Frosty the Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the kids all know. Het werd stil rondom het kerstgebeuren zelf. En zalig kerstfeest hebben we ingeruild voor prettige feestdagen. Dass ich keine Schwingen zum Fliegen habe, dass ich an dieses Stück ihre Gefäße bin für alle Zeit.
Daarover nadenkend lijkt het wel of wij in onze cultuur het vermogen om met beelden en verhalen onze emotie te vertellen kwijt zijn geraakt. Alles is verzakelijkt. En op die manier ga je dan vanzelf denken aan Max Weber. Max Weber noemt dat een tendens tot rationalisering, waardoor alles als middel wordt gezien en er cultureel gesproken geen betekenisvolle doelen overblijven. De samenleving wordt een staalhartes gehuize met in 1904 al de kritische kanttekening bis der letzte Cent nog fossielen brandstofs verglüht ist. Een beetje chic gezegd, een gemechaniseerde verstening van de maatschappij en dan liefst nog met een gecertificeerd stempel van wat sommigen aanduiden met de naam God. Strakke instituties, strakke regels, bazen en knechten. In de ogen van onder andere Harvey Cox ontstond er een kloof tussen de gevestigde orde en de wereld van hervormers en levenskunstenaars. Terwijl de westerse mens heel de wereld leek te winnen, verloor hij eigenlijk zijn ziel. Hij raakte weg van vitale levenselementen zoals feestelijkheid en fantasie. Aan de machten van de daaruit voortvloeiende zuilen en instituties lijken in mei 1968 aan de Sorbonne in Parijs een eind te komen. Het in instituties gevangen woord wordt bevrijd. Zuilen en vanzelfsprekende lijkende organisatiestructuren, inclusief hun regelgeving, brokkelen langzaam maar zeker af. En in deze nieuwe samenleving kunnen gewone mensen al improviserend en aanmodderend wellicht een nieuwe geschiedenis scheppen. Zo, althans, noemt Michel de Certeau dat. Wat dat nou echt gaat betekenen, daar maakt Giorgio Agamben een kritische kanttekening bij. Want die nieuwe situatie maakt ons onzeker en het lijkt wel alsof wij in een voortdurende, permanente uitzonderingstoestand terechtkomen. Alle vaste regels en wetten worden steeds bevraagd en opgeschort, vervagend besef van macht en onmacht over alle sociale processen. Een fantastisch voorbeeld is heel actueel de toeslagaffaire. Datzelfde vervaagde besef doet zich voor bij de reacties van de ambtenaren. Het is de politieke macht die de boventoon voert, waarbij de verantwoordelijkheid voor het vrije denken van de uitvoerende ambtenaren is vervaagd, zoals Hannah Arendt dat schrijft. Iedere ambtenaar doet zijn deel en hoeft zich niet af te vragen wat dat betekent voor het grote geheel. Het eindresultaat leidt tot een kwaadaardige banaliteit door de optelsom van de opgesplitste activiteiten. Wie draagt dan nog de schuld? Er ontstaat als het ware in onze maatschappelijk besef een vacuüm. Zelf gebruik ik daar het woord deemstering voor. Het is niet licht, het is niet donker. Het is nog niet donker en het is nog niet licht. Luce Beer noemde dat zo mooi het verstijvend, hinkend Occident. Het menselijk bestaan wordt er toch weer een van gedurige verliezers en gedurige winnaars. Hoeveel zijn we opgeschoten met dat bevrijde gevoel, vraagt Agamben zich af. En zo heb ik zelf het gevoel dat het afscheid nemen van het oude Kerstmis in zo'n zelden permanente uitzonderingspositie wordt geplaatst. We weten niet precies wat we ermee moeten. Vandaar dat ik op de gedachte kwam
om te gaan kijken wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal rond 25 december. Kerstmis of kerstfeest of wat dan ook. Trots wordt geschreeuwd, God is dood, we redden het wel zonder hem. De Bijbel is Google en God heet wetenschap. Nietzsche zelf zegt in die vreugde wetenschap dat met die dood van God er geen oriëntatiepunt meer lijkt te zijn voor de meeste mensen. De kersttijd doet zich dat in mijn ogen extra duidelijk voelen. Nietzsche zelf was er ook van mening dat de dood van God en de zinvolheid van een wereld zonder God slechts door weinigen echt goed begrepen kan worden. Voorzichtig durf ik te zeggen dat we de dood van God op zijn minst nog niet verwerkt hebben. We zitten nog midden in het rouwproces. Gods dood is volgens Harvey Cox meer dan een intellectuele redenering. De uitroep doet namelijk ook iets met onze intuïtieve en onze intellectuele aard. Met andere woorden, het ieder jaar teruggrijpen naar kerstmis of kerstfeest, terwijl de maatschappij zich steeds seculairder wil etaleren, lijkt een weerbarstig residu. Dan kunnen we de herinnering aan dat rillerige Jezuskindje toch eigenlijk doodgemodereerd met het badwater weggooien. Daarom laat ik even kerstmis los en wil dieper ingaan op kerstfeest. Want welke rare drift, welk stuur van ons zinloze wil, om met Schopenhauer te spreken, zet ons eind december in die feestmodus van kerstfeest vieren. Vieren we nog wel iets tijdens het kerstfeest? En wat vieren we dan wel of wat vieren we dan niet? Zijn er elementen te bedenken die die laatste dagen in december tot een waar feest kunnen maken? In Tabernam gaat over vertieren en drinken om de grotere problemen van het leven te vergeten en stelt dat iedereen gelijk is als men samen vermaak zoekt. Vandaar wil ik stilstaan bij wat iets tot een feest maakt. Ik ben van mening dat onze feestdagen aan vitaliteit hebben verloren. Kerstmis bijvoorbeeld lijkt meer op een soort reunie met cadeautjes. Wie vertelt er nog een verhaal, dartelt rond en laat de fantasie de vrije loop? De min of meer officiële feestdagen staan in mijn ogen pertinent los van de vrije tijdcultus, die haast een instrumenteel deel van veel sociaal gedrag is geworden. Uitgaan is meer het zoeken van vergetelheid. En dat hoeft overigens niet negatief te zijn. Hedendaagse feestdagen en eventueel daarbij horende rieten leiden vaak op een treurige wijze aan bloedarmoede, waar het fantasie, speelsheid en zingeving betreft. Onze feesten en georganiseerde partijtjes missen geestdrift en existentieel gevoel. Harvey Cox citerend, is de mens toch echt een homo festivus en een homo fantasia. Het zit in zijn aard om te dansen, te zingen, te bidden en verhalen te vertellen. Het zit ook in zijn aard om daar mythen bij te maken en dromen te verbeelden. Geen ander schepsel doorleeft oude verhalen en herinneringen, blaast kaarsen op het taart uit of verkleedt zich en doet of hij iemand anders is.
Cox gaat vanuit het oorspronkelijke narrenfeest in de kerstperiode op zoek naar wat een feest tot een feest maakt. Op basis van de bij hem geciteerde denkers en mijn eigen analyse kom ik tot 5 kenmerken die samen een feest maken. Een specifiek moment in de geschiedenis of in de actualiteit is de aanleiding. En die aanleiding is essentieel en de gasten dienen zich daar bewust van te zijn. Overdaad en overdrijving horen erbij. Het is goed om te vieren met spijs en drank, bewust van onze aardsheid. Prijzend, stevig aanzetten hoe geweldig de aanleiding wel niet is. En het overdrijven mag ook speels en kritisch zijn. Vierende bevestiging van het soms moeizame leven en de blijheid desondanks. Door het vieren laat je de dagelijkse beslommeringen achter je en benadruk je de plezierige kanten van het leven. Een contrasterende uitzonderlijkheid. De aanleiding komt met extra aandacht in de kalender te staan. En de voorbereiding contrasteert met de normale gang van zaken. Het wordt een feestdag. Het kan alleen met anderen. Vitaal is het besef dat je alleen met anderen feest kunt vieren. En die anderen dienen er voor dit fantastische feest ook te zijn. En niet omdat ze zich verplicht voelen te komen. Kortweg, feesten is je te buiten gaan bij een specifieke gebeurtenis met blijheid en het gevoel voor het aardse bestaan en dat samen met anderen. Met Kerstmis is het specifieke moment het stilstaan bij de geboorte van een kind als nieuw en vernieuwend leven. Eventueel specifieker met Jezus van Nazareth als specimen. Met z'n allen lekker eten en de omgeving feestelijk aankleden is de overdaad en de overdrijving. Met vrolijkheid, even los van het dagelijks malheur, is de blijde bevestiging van het leven. Met de interculturele datum 25 december als contrasterende uitzonderlijkheid. Met mensen die je nabij en lief zijn, maakt dat het alleen met anderen kan. Als je een boom zet en wellicht meer, als je kerstinkopen gaat doen, als je mensen uitnodigt die bijzonder voor je zijn, en zij dat wederzijds ook zo voelen. Als je de bereidheid deelt en voelt om samen iets bijzonders te vieren, dan komt het kerstfeest als een warme, kleurige deken over je heen. In 2020 is het feest wellicht een beetje gehandicapt, maar dat staat los van de grote gedachten. Misschien tot slot wel aardig om te horen hoe ik er zelf in sta. Want het kerstfeest is voor mij het zonder poeha geboren worden van de mens Jezus. Niet zoals Athena uit het hoofd van Zeus of Superman uit de ruimte neergedaalde kokon. Nee, een gewone geboorte. Aan die gewone geboorte werd later eerst een zielige lading toegevoegd met een koude stal en arme herders. En vervolgens een pompeuze taart met koninklijke trekjes en een engelenkoor. Allemaal om dat onbegrijpelijk gewone te compenseren. En dat van geen plaats in de herberg is ook niet zo dramatisch als het lijkt. Zeker geplaatst in voorbije tijden. Een beroemdheid als Otto III werd nog hier vlakbij Nijmegen in de bossen geboren. Ondaan van alle bombarie blijft de verjaardag over van de fantastisch inspirerende mens Jezus van Nazareth. En in zijn mens zijn zit voor mij zijn kracht. In het teken van een eenvoudige kerststal manifesteert zich voor mij het mysterie van het geloof. Jezus van Nazareth die als volwassene vertelde over wat God voor hem en de mensheid kan betekenen,
gebaseerd op de leer en wijsheid van de Joodse traditie. Jezus van Nazareth, die als geen ander heeft voorgeleefd zoals hij de bedoeling van dat geloven in die van oorsprong Joodse God zag, met alle consequenties van dien. En vanwege die mens Jezus Christus blijf ik mijn geloven in God heel het al, enerzijds als een geschenk zien en anderzijds als een opdracht die nog niet zo meevalt overigens. Als zoekende mensen hebben wij van de geboorte van het kind Jezus in de loop van de geschiedenis een steeds wonderlijke happening gemaakt. In mijn ogen kan het overigens redelijk onschuldig zijn. Laat de menselijke creativiteit in hemelsnaam verhalen vertellen om het bestaan te duiden en te verwerken. Maar maak er in dezelfde hemelsnaam geen dogma's van om met schijnzekerheden de creatieve verhaalkracht in de kiem te smoren. Met Kerstmis realiseer ik me ook dat zowel de Bijbel als de kerkgeschiedenis vele kleurrijke figuren kent. Ze zijn niet beroemd geworden door hun kleur, maar veeleer door hun kleur bekennen om in vernieuwing te geloven. En daar heeft de gevestigde orde vaak moeite mee. Kerstmis is in mijn ogen een van de restanten van die kleurige oude kerkbeelden die nog echt werken. Namelijk kwetsbaarheid, hulpeloosheid en geloven in vernieuwing. Ik vind wel dat voor een goed kerstfeest een strikte en eveneens algemene voorwaarde geldt. Dat we de pure basis van het feest, de geboorte van een kind, niet met het badwater weggooien. De geboorte van een kind betekent dat de wereld waarvan wij maar kort deel uitmaken, steeds opnieuw en voortdurend nieuw bestaan ontvangt. Het houdt maar niet op. En zo is het eigen vernieuwende bestaan een geschenk te midden van andere geschonkenen. Alle reden voor een feest. De geboorte van een kind betekent zo, los van religieuze invullingen, dat we in de kern dan wel enkelingen zijn die daarentegen samen met anderen bergen kunnen verzetten. En laten we daarom vaak te samen komen om die bergen te verzetten. Yes.